Ik ben Frans Dietvorst, ik ben 36 jaar oud en ik woon in Rotterdam, randje Hillegersberg. Ik heb een zoon van 5. Ik heb teelbalkanker gehad, uitgezaaid in mijn lymfeklieren. En ondanks dat inderdaad toch een prachtige zoon op de wereld gezet in het Erasmus MC ook. Ja, ik was 27 en op dat moment, ja, ik had last. Alsof je spijkerbroek verkeerd zit. Het voelde gewoon niet fijn. En bij de huisarts toen gaf ze aan, het is waarschijnlijk een kieste. Dat is een blaasje. En dat kan verder geen kwaad. Alleen mijn vriendin die dramde toch door en die wilde toch dat er naar gekeken werd. Uiteindelijk ben ik dan toch doorverwezen naar het ziekenhuis. En toen gingen daar twee studenten of jonge artsen, maakten een echo. Dus toen zeiden ze van, ja, we gaan er even iemand bij halen. Toen zei ik meteen van, ja, zeg het nou maar, is het niet goed? Toen zeiden ze, nou, het ziet er inderdaad niet goed uit, maar we halen even iemand erbij. Toen haalden ze een soort senior arts erbij. En die zei van, nee, dat is niet goed. Het kan of een ontsteking zijn, of het is een tumor. En dus sowieso moet een van de testicles verwijderd worden. Dus we verwijzen je nu door naar het ziekenhuis om daar geopereerd te worden. En dat was echt 2 uur later dat ik op de operatietafel lag. En dan moet je ook ineens over een... Dat je de vraag krijgt of je een kunstbal wil. Of zat ik daar met mijn broer. En eigenlijk vanaf helemaal niks aan de hand. Krijg je ineens dat soort vragen voor je. En dan ja, schrik je wel even. Maar ik heb altijd... Ik moet zeggen, vol goede moed ben ik erin gegaan. En uiteindelijk gaat het ook hartstikke goed. Na de operatie had ik pas na een aantal weken mijn eerste controle in het ziekenhuis. Of in de Daniel de Hoed. En daar kreeg ik dus de scan. En daar zag hij de uitzaaiingen. Dus toen was ik me eigenlijk nog van geen kwaad bewust. Dus ik zat met mijn vriendin en mijn moeder in de kamer. Ik had toevallig Z666 als nummertje getrokken. Dus ik zei nog voor degene, nou 666. En ik loop de kamer in en mijn moeder en mijn vriendin beginnen allemaal vragen te stellen. Over moet ik niet invriezen, noem het maar op. En ik zat ernaast en op een gegeven moment hij beantwoordde als meneer De Wit. En een super teelbalkankerspecialist. Heel veel respect voor... Die zei toen van, op een gegeven moment na al die vragen het beantwoord te hebben, van richtte die zich naar mij. Toen zei die, Frans, het is niet goed, want het is uitgezaaid. En eigenlijk zou ik je het liefst vanavond aan de chemo hebben. Dat is wel heftig, ja. Dus dan denk je wel ineens van, oké. Dus ja, sowieso dat hij eigenlijk zei van, vanavond aan de chemo, ja. Wat moet ik dan nu een tas pakken en in de Daniel de Hoed gaan liggen? Toen hebben ze inderdaad afdeling B in de Daniel de Hoed. En er waren nog twee wel ook jonge patiënten, ook eentje met leukemie. En daar heb ik dus, volgens mij was het 4 BEP-kuren gehad. En dat is, het zijn eigenlijk kuren dat je dus een hele werkweek opname aan het infuus bent. Dan krijg je dus je spoelingen plus de chemozakken. En dan na die werkweek opname mag je naar huis. En dan mag je op de maandag terugkomen voor een dagbehandeling. En dan heb je weer een dagbehandeling, de maandag erop en dan weer de hele werkweek. En zo ging dat eigenlijk continu door. Dus werkweek, dagbehandeling, dagbehandeling, werkweek, dagbehandeling. Dus ook 4 maanden gelegen daar, of in ieder geval langsgekomen. Dus ja, het was vanzelfsprekend dat wij mijn zaadcellen in zouden vriezen, omdat de kans bestaat dat je dus onvruchtbaar wordt van de chemo. Dus was dat inderdaad het weekend geen vrijpartij om het op te kunnen sparen. En dan moet je eventjes 's ochtends voordat je aan de chemo gaat nog naar het ziekenhuis om dat in te leveren. En dat is toch ook wel een heel verhaal dat je naast Henk en Ali dit op het stoeltje zit. En dan komt de zuster aan van... Nou, alsjeblieft. En dan zeg je, nou, ik ga ervoor. Weet je wel, succes, hè. En dan... En dan moet je dat even doen. Toen ben ik aan de chemo gegaan. Maar daarna heb ik altijd het idee gehad toen ik in Rotterdam rondreed en ik zag het Erasmus MC. Dacht ik altijd daarboven bij die voorplantingsafdeling in de vriezer liggen potentiële kinderen van mij. Nou, daar is dus uiteindelijk na 2,5 jaar mijn zoon uitgekomen. Barbara en ik zijn nu 13 jaar samen ongeveer.
En ik denk dat voor haar en voor iedereen om me heen het nog heftiger was dan voor mijzelf. Zij was er elke dag. Zij mocht mij niet aanraken, omdat chemo is kankerverwekkend. Ja, het klinkt heel bizar, maar ze moest elke dag moest het toilet schoongemaakt worden. Moest het bedden goed verschoond worden. Ze konden niet zoenen, niks. En ja, ze was er echt elke dag. En dat zal ik ook nooit vergeten. Ja, ook voor mijn moeder, die woonde toen in Italië. En toen kreeg de zoon, werd ziek. Dus die kwam dan, die zei van, nou, ik kom er nu aan uit Italië en ik kom voor je zorgen. En die kwam vol goede moed binnen en die begon gehaktballen te koken en prakjes in de vriezer. En we dachten al van, oké, nou, dat zien we nog wel instorten, bij wijze van spreken. En dat gebeurde toen dus, na twee avonden, dat ze mijn vader aan de lijn. Uit Italië en die werkte nog in Italië. En toen op een gegeven moment zei mijn vader iets of zo. En toen schoot ze dus vol. En toen ik dus op een gegeven moment met mijn kale hoofd aan de chemo haar te masseren en te troosten. En mijn vader aan de lijn die zei, ja nou maar het lijkt wel alsof jij aan de chemo bent. En zo dan lagen we ook in één keer, dan, vlak daarna lagen we in een scheur. Dan hebben we echt onwijs gelachen. En dat is wat veel vaker heeft plaatsgevonden. Dat je dus eigenlijk ligt verdriet en blijdschap. Het is een hele rare vibe waar je eigenlijk in zit. Maar je moet er ook met een soort van, ja, vind ik denk ik, met een soort positief. En dat kan ik heb makkelijk praten, want ik had maar teelbalkanker, zeg maar. Maar wel probeer ik wel met die positieve sfeer erin te blijven. En dat heeft denk ik in ieder geval, het zal geen kanker genezen, maar het zorgt wel dat je iets makkelijker door het proces gaat. Ja, je bent genezen, dat hebben ze nog niet gezegd, want dat doen ze eigenlijk pas na 10 jaar tegenwoordig. Dus ik heb nu 9 jaar, ik heb toevallig mijn ene laatste controle gehad 2 maanden geleden. Alles in orde. Dus ik hoef nog 1 keer naar de Daniel en dan is het 10 jaar controles. En dan, dus ik ga ook taart meenemen. En dan heb ik weer evenveel kans schijnbaar dan als een andere volwassen man